Welkom bij Dilemma Dinsdag, een nieuwe rubriek waarin we in een korte video eigenlijk ruimtelijke thema's of maatschappelijke thema's waar het waterschap mee bezig is en een rol bij speelt of misschien wel zou moeten spelen, behandelen. We gaan deze dilemma's voorleggen aan onze dijkgraaf Jeroen Haan. En het eerste thema is ruimtelijke ordening. En het dilemma eigenlijk, Jeroen, als het gaat om ruimtelijke ordening en water is, zou je meer woningen moeten bouwen of meer aandacht moeten hebben voor water en natuur? Dat is een belangrijke vraag, waar wij natuurlijk formeel niet over gaan. Maar je merkt wel in het maatschappelijke debat dat de woningbouwopgave heel erg groot is. En die vraagt echt om ruimtelijke keuzes. En die concurreert af en toe met inderdaad plek voor water. En ja, hoe bouw je ook die woningen op zo'n manier dat je geen wateroverlast ervan krijgt? Ja, en je zei al, het waterschap gaat hier formeel niet over. Welke concrete rol zie je dan wel voor het waterschap? Het waterschap kan wel degelijk sterk adviseren over waar is het slim om te bouwen, waar is het slim om natuur te realiseren, welke functiemix zien wij nou vanuit onze expertise als de meest verstandige. Mm-hmm. En daarnaast kunnen we dus inderdaad echt ook eisen stellen, normen, ook om aan de normen te voldoen, van waar bouw je nou wat en hoe kun je dat op een waterrobuuste en klimaatadaptieve manier doen. Dus woningbouw is oké, maar dan moet je rekening houden met water. Zeker, en misschien ook wel met kans om daar weer natuur aan toe te voegen. Eigenlijk zijn er twee niveaus is het belangrijk. Het eerste is dat je gaat kijken waar in je gebied wil je woningen realiseren. Doe je dat op hoger gelegen gebieden of in lagere polders? Dat is natuurlijk afhankelijk voor een deel inderdaad van ja, wat is dan de waterstructuur, maar ook een deel van waar liggen de voorzieningen. Tweede belangrijke deel is dat je dan als je eenmaal besloten hebt door de gemeente, rijk of provincie, daar moeten die woningen komen. Hoe ga je ze dan waterrobuust maken? Dat inderdaad overlast, droogte, hitte, dat allemaal goed wordt opgevangen, ook in het watersysteem. En heb je dan een concreet voorbeeld in ons beheergebied van de Zichtse Rijnlanden, waar jij zegt, nou, daar zouden we eigenlijk nu al aan tafel moeten zitten? Ja, op dit moment is heel veel debat over een polder in het zuidwesten van de gemeente Utrecht, Rijnenburg. Dat is nu landbouwgebied en de vraag is, wordt dat energiegebied, blijft het landbouwgebied, wordt daar woningbouw gerealiseerd? Ja, daar hebben we als bestuur van de Stichtse Rijnlanden, is heel erg uitgesproken, is het nou wel verstandig? Denk na over andere plekken, er zijn andere zoeklocaties langs de Merwedekanaalzone, Bunnik, Zeist, Stichtse Vecht. Dat is de eerste weer. En de tweede is dat we eenmaal aan tafel gaan, ook om dat te zeggen, als daar een woonwijk komt, kun je dan iets met drijvende woningen, iets met grote waterbassins, misschien wel een roeibaan. Zo pakken we onze rol. Dus als jij in één zin zou moeten samenvatten, wat is belangrijk als het gaat om water en ruimtelijke ordening, wat zou jij dan zeggen? Ja, water moet eigenlijk gewoon weer leidend worden in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Helder. Dankjewel, Jeroen.